nieuwe video. Ik ben hier met Paulo de Silva. Mensen, ik zeg jullie eerlijk, jullie hebben lang gevraagd naar dit moment. Smack or Facts deel 2. Oké, deel 2 is dit, mensen, want hij heeft uiteindelijk 4,6k likes gehit en het doel was 3k likes. We gaan beginnen, maar voordat we beginnen, vergeet niet te liken en te abonneren. Want het doel is 100.000 abonnees, mensen, voor 1 mei, dus abonneer. Abonneer. Oké, en laten we gelijk beginnen. Mogen de beste winnen? Ik dus. Ik. Oké, mensen, Paul en ik hebben vragen opgeschreven die wij aan elkaar gaan stellen, maar als je de vraag fout beantwoordt, dan krijg je een klap op je gezicht met bloem. Dus zo dus. Jullie weten hoe het gaat. Wie begint met de eerste vraag? Begin jij, begin maar. Ja? Ja. Oké. Vraag nummer 1. Je moet binnen 5 seconden antwoord geven. Bro, doe normaal, bro. 5, jawel. Bro, 5. Doe normaal, bro. Doe gewoon 15. Bro. Nee, nee, nee. Hij is grappig. Hij moet. Oh, jij moet lang gaan nadenken. 5. Hij 10. Ja. Oké, even serieus. 5. Ja? 5. Ja? Ja. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee, 10. Nee. Vorige keer was 15, nu 10. Oké, 7. Ah. Natuurlijk niet. Nee. Sorry. Dat is even. Nee, oké. 5. Deal. Gewoon eerlijk, gewoon deal. Ja. Ai, deze 5 seconden. Ja. Vraag nummer 1. Bij hoeveel profclubs heb ik gespeeld? 5, 4, 3, 2, 1. 3. Fout! Jawel. Fout! Je shirt is fout. Wat ook? Ik ga zo meteen hierna vertellen waarom. Maar. Oké, het zijn 4. Waarom? KFC Turnhout. Ja. Toen destijds was het profclub. Ja. FC Dordrecht. Ja. Fortuna Sittard. Ja. En Sporting Lissabon. Dat zijn er 4. Oké dan. We gaan over nu naar jouw vraag. Jullie weten. Kan met toi. Naar waar zou ik een dame op eerste date meenemen? Ik denk. 1, 2, 3. Ik denk gewoon net een restaurant. Luister. Rustig naar een friettent. Je moet kijken of ze daar mee eens is. Je weet toch, sommige dames houden van geld. Je moet bij de basic beginnen. De persoon trouwens die de meeste vragen fout heeft, die moet stofzuigen hier. En alles opruimen. Wat was mijn favoriete televisieprogramma? 5, 4, 3, 2, 1. Nickelodeon. Ja! Nee! Nee! Ik kom bij jou. Mijn favoriete televisieprogramma was Inazuma 11 met Exo Play. Dit is echt televisie ding. Programma. Nu gaan we kijken wie dat zijn. Ik ga niet even mijn probleem. Jawel, oké. Oké, warm moment. Wat was mijn favoriete televisieprogramma? Komt Inazuma 11 op Nickelodeon? Nee. Jij kijkt altijd Nickelodeon thuis. Ja. Ik was Disney XD, jij was Nickelodeon. Ja, maar jij ook zeggen. Jij kan ook zeggen, je hebt de vraag verkeerd gesteld, deze moet je gewoon terug incasseren. Nee, jij kan niet een vraag stellen. Ik ga niet deze niet terug incasseren. Nee. Ik ga deze niet terug incasseren. Oké, jij bent aan de beurt. Zeg je eerlijk, dames en heren, als jullie aan het genieten zijn, vergeet vooral niet te liken en te abonneren. 100k abonnees. Ik geef al 5 seconden voor deze. Oké. Okay. Jij moet die naam precies zeggen, ja? Ja. Jij moet die naam zeggen, hè? Als je die naam niet weet, je hebt pech. Ja. Bij wie zou je helemaal gek worden als ik die persoon zie of tegenkom? 5. Messi. 1 smack is genoeg. Je weet wie? De enige echte wristcoat. Tref toe. Als ik hem tegenkom. Hoe vaak heb ik al gezegd? Wat is mijn favoriete vakantiebestemming? 5, 4, 3, 2, 1. Portugal. Nee, weet je? Jij bent wel goed. Nee, laat los. Ik mag jou smekken. Deze is voor iedereen die zich heeft geïrriteerd aan Paulo ooit in het leven. Ik hoop dat ik 1 vraag goed heb, alsjeblieft, met Gods wil. 1 vraag is al genoeg om te winnen, dan is het klaar. Naar welk land zou ik op vakantie willen gaan? 10 seconden, door. 10 seconden, door. 10 seconden, Dubai? Jij hebt dat altijd gezegd! Yeah. Yeah.
Je ziet hem goed. Je ziet hem goed. Je ziet hem goed. Oké, je hebt goed. Nee, laat maken. Laat het los, bro. Laat gewoon los. Bro, ik word altijd naar Frankrijk. Altijd. Die snaps, hun laat de politie rennen, zaalvoetbal, mensen gewoon veld. Ik wil altijd naar Frankrijk. Oké, volgende vraag. Ga vaak die op telefoon staan. Ja, die ga ik ook zeker erbij pakken. Maak je geen zorgen, ja? Want jij gaat het krijgen. Hoeveel talen spreek ik? Maar officieel gewoon? Of nee. Dat je gewoon kan. En gewoon, hoeveel talen kan ik spreken? 3. Nee. Was zo. Nee, maar ik vind jammer, hij heeft het goed. Nee. Jawel, nee, je hebt wel goed. Nee. Antwoord de next vraag. Ja, antwoord de next vraag. Nee, ik krijg hem. Nee. Ik ben al voorbereid. Nee, ik ben al voorbereid. Bro, zet die bak in het midden gewoon. Ik weet niet hoe jij reageert als ik je vraag goed heb. Nee. Wat dacht jij? Zomaar dacht hij. Wie? Je gaat hem geven. Nee. Geef hem. Nee. Geef hem. It was at this moment that he knew. He fucked up. Natuurlijk krijg je hem. Ik wist het. Natuurlijk krijg je hem. Welke taal spreek je dan? Nederlands, Spaans, Engels, ja. Portugees, ja. En Frans. Wie is mijn favoriete YouTuber? Gesproken, nee. Jij zei dat. Oké, weet je, kom maar. Ik kan er maar. Dit doet mij gewoon pijn dat hij alles zo heeft. Jij bent mijn favoriete YouTuber. Jij. Oh. Mijn eigen broer. Dankjewel. Ik waardeer het. Ik was vergeten dat ik ook een YouTuber ben. Shoutout naar Paolo. Voor deze. Ja, oké, shoutout naar jou. Daarna komt Tuzani. Ik ben jij. Oké, mensen. We hebben elkaar vragen gesteld. Ik heb iets nieuws. Ik ben helemaal vies. Wow, yo. Maar ik heb iets nieuws. Smooth. Jij moet het liedje afmaken. Jij bent niet goed. Kijk hoe je mij vervloekt. Ik ben dat ding van de things you do. Ik weet dat die dingen die zijn niet goed. Ik weet dat je. Wacht. Oei. Nee, maar wacht. Is het de beginstuk of de middel? Een beetje zo. In het midden. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen niet normaal zijn. Ik heb mijn problemen, maar dat hebben velen. Ik kom aan in Mercedes. This girl, so I roll around. Oké. Nee, dat is niet goed. Opnieuw. Ja. Jij had ook één kast. Ik heb mijn problemen, maar dat hebben velen. Ik kom aan in Mercedes. Ja. So I roll around in the ladies. Ja, wat? So I roll around in the ladies. Ja, we kunnen bevestigen. So I roll around in the ladies. Oké. We gaan nu naar Spotify en we gaan kijken wat er staat. Er staan vraagtekens. Wat is mijn schoenmaat? 42. Oké, ik kan zo. Ja? Ja. Ik kan zeer? Ja. Zeker? Ja, maar volgens mijn bodypass zat je wel echt 42. Volgens mij is jouw bodypass echt 42. Volgens mij zijn jouw Joe's ook 42. Nee. Volgens mij zijn jouw Ervis ook 42. Ja, ik laat los. Ik incasseer het. Je stresst te veel. Je stresst te veel en je praat te veel. Rustig. Wat is mijn favoriete film? Koen Kampioen. Jij kent mij zo goed, hè. Jij kent mij zo goed. Na deze. Mij nooit meer zult herkennen. Ja? Nice. En niet je hand ervoor zetten. Die mijn spekken, jongen. Oké, jij bent, stel de vraag. Oké, ik ga gewoon de kaart houden. A few moments later. Snel, jongen! Je doet het kapot lang! Oh, sorry, ik was vergeten. Het is een beetje laat. Hoeveel goals had ik? Bij FC Straat. Psych! Wat dan? Starten onder 12. Oh, dat is simpel. Dat weet jij zelf niet eens. Okay. Als jij zelf niet weet. Ik weet dat zelf wel. 30. Ik ga je gewoon vertellen. Onze doelsaldo was 120. Oké, 40 goals had jij. Ja, onder 12 had jij 40. Redelijk goals. In de buurt. 42. Redelijk in de buurt. 45. Redelijk in de buurt. 46. Van de splatja. 62 goals, vriend. Oké. Dat is wel hard. Je wilt het ook. Kijk. Dit is de laatste. Steenpapier schaal voor de laatste smack. De smack van de eer. Yusuf, deze telt voor 5 punten. Je krijgt 5 punten. Ja, we doen. 5 punten. Ja, gewoon steenpapier schaal, alles of niets. Hier mag een dikke mail op.
Oké, ready? 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Ja! Ik wist dat je espresso op het einde, zodat jij schaar. Erik doet altijd schaar. Hé, neven, nichten, broertjes, zusjes, moeders, vaders. Bereid je nu voor, jongen. Want er wordt er eentje. Paaltje aan het werk. Paaltje maakt geen grappen thuis. Ja, ja. God heeft dit geschreven, dat ik jou ga splatten. Oh, valt echt wel mee. Het komt echt hard, hè. Ja? Deze lange speech, voor dat? Ja, neef, je kan hem terug verwachten. Geef maar. 1, 2, 1. Oké, nee, kom, ga de video gewoon eindigen. Ui. Nee, even use. Ja, ja, laat je hand ook zo los. Ja, ja, laat los. Ui. Is genoeg, jongen. Pussy, pussy, boy, pussy. Nou mensen, dit was het einde van de video. Zoals je kan zien zijn we helemaal vies. Maar, zijn er mensen die een part 3 willen? Jawel. Denk je? Ja. We hebben 4k likes gehit. Voor hoeveel likes voor de part 3? Ik zeg 5k. 5k likes. Ja, ja, ik ook hoor. 5k likes. Wow, yo mensen, ik zeg eerlijk, we zijn helemaal vies. Kijk wat we voor jullie over hebben. Maar, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En we sluiten hem af met een... Kijk hoe vies ik ben. Ja? Niet alleen jij?